De mini-klassieker voor onder 16. En het is niet alleen een mooi affiche omdat het Feyenoord Ajax is. Het is ook nog eens een kraker. Een cruciale wedstrijd in de strijd om het kampioenschap. Lekkere crosspaas hier op Ayman Sliti. Goede actie van de linksbuiten. Zoekt dan ruimte voor de voorzet. Maar de voorzet van Ayman Sliti belandt in de handen van Entius. De assistent van Brian Pinas, Robin van Persie, hier druk aan het coachen. Maakte natuurlijk vroeger ook furoren in de mini-klassiekers op Varkenoord. De eerste kans van Ajax met Sambo. Het wordt hem moeilijk genoeg gemaakt, schuift hem ruim naast. Appelleert nog wel. Vond dat hij daar een duw kreeg. Hier is Precious Ugwu. Mag ver komen, loopt zo met 7 mijlslaarzen door de formatie van Feyenoord heen. En dan schuift Peters die bal opzij. Maar op doel bij Feyenoord, Tim Haksteeg tekende laatst nog zijn eerste profcontract bij Feyenoord. Een keeper om in de gaten te houden voor de komende jaren. Nog altijd de eerste helft als die bal hier zo werd ingeleverd bij Wolf. Sterke actie hier van Wolf. En dan via de flipperkast komt die bal terecht bij Peters. Maar zijn schot spat uiteen op de paal. Lucas Fernando Dines Lima. Ayman Sliti. Goede combinatie. Ayman Sliti er voorbij. Voor het doel is Rambokus, maar Rambokus krijgt net niet genoeg sturing aan die bal. En dan de tweede helft. Hoekschop voor Feyenoord. En in het veld gekomen Shaquille van Persie. Daar is hij. Een gouden wissel. Kopt raak. En zijn goal betekent de winnende goal in deze mini-klassieker. Vader is blij, zoon scoort en Feyenoord is de nieuwe koploper met nog een wedstrijd minder gespeeld dan nummer 2 Ajax.